dit is een hoofdstad in het plaatsje Roseau. En Roseau is de hoofdstad van het landje Dominica. Niet de Dominicaanse Republiek, maar Dominica, dat volledig heet de Commonwealth of Dominica. Dit ligt midden in de Caribe en heeft toch weer een andere identiteit dan bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek of Curaçao. Dat kun je bijvoorbeeld hier aan laten zien. Deze t-shirt gaat over de afschaffing van de slavernij. En daaraan kun je al zien dat Dominica zich vooral bezighoudt met zijn Afrikaanse verleden. Zie je de t-shirt, van binnen zie je het nog veel beter. Dit is een Rastafarian-boekhandel. En Rastafarians die hier een grote invloed hebben, die gaan ervan uit dat hun identiteit ligt niet bij de Spanjaarden, de kolonisatoren, maar hun identiteit ligt vooral bij de zwarten die hier als slaaf gekomen zijn. En dan gaan ze vooral uit van, wat heet dan de vader van de Rastafarians, Marcus Garvey. Dat was een Amerikaan en die heeft geprobeerd om de zwarten een eigen identiteit te geven, tenminste de zwarten in de Cariben en Noord-Amerika een eigen identiteit. Dat hij zei, je moet je niet meer beroepen op de Europeanen, je moet terug naar je Afrikaanse roots. En dat kun je zien in een hele literatuur. Hier ligt een poëzie bijvoorbeeld. En dit is zo'n bundeltje. En er staat ook, a salute to the nation on the 10th anniversary of our independence. 10e verjaardag van de onafhankelijkheid. En het gaat allemaal uit van de zwarte gedachten. Nou, en hoe zit Columbus daarin? Nou, dat is het aardige ervan. Columbus, als je hier vraagt, wat denken jullie over Columbus? Die dit eiland ontdekt heeft op een zondag, want daarom heet het Dominica, het Spaans woord voor zondag. Dan zeggen ze, ah, die Columbus is een leugenaar. Ze slaan dus een stukje van hun geschiedenis over. De ontdekking doet niet mee, de Indianen hoor je bijna niks over. Ze beginnen eigenlijk bij de periode dat de slaven hier kwamen. Nou, dat kun je ook hier zien, hè? Hier ligt een boek over Lagos, Nigeria. Hier, allemaal boeken over zwarten. En dan zou je één ding kunnen afvragen, doen de Indianen dan niet meer mee? Eerlijk gezegd, voor hun doen de Indianen niet meer zo mee. Zij gaan uit van de zwarte identiteit van Dominica. En die maken inderdaad ook op het ogenblik de meerderheid uit van de bevolking. Columbus lie, Columbus lie, Columbus lie so bad. I believe Columbus was mad. Dominica. Zo heet het land echt en ik zeg steeds fout Dominica en daarom nog één keer goed Dominica. Dominica is klein en heel erg slecht bekend. Er bestaan weinig boeken over dit land en er is ook geen grote historische traditie. En er is ook geen grote literaire traditie. Toch is er één schrijfster wereldberoemd geworden en die heet Jean Rhys. Jean Rhys was afkomstig van West-Indische ouders en ze is overleden in Engeland, maar ze is echt geboren op dit eiland. En ze heeft gewoond zelfs in dit huis hier. Jean Rhys heeft een groot aantal novellen geschreven. Die zijn uitgegeven in alle mogelijke landen in de wereld. En ook in het Nederlands vertaald. En wat Nederland betreft is er nog één feitje heel aardig. Ze is ooit nog eens een keer getrouwd geweest met een Nederlandse man. Die in de oorlog bekend geworden is als verzetstrijder. Dus er is eigenlijk, als je heel lang nadenkt, een binding tussen Nederland en Dominica. De
Europese reizigers die hier kwamen, die hadden te kampen met een paar nadelen. En dat waren de rotsen in zee en de stormen. Je komt de verschrikkelijkste stormen tegen in het logboek van Columbus, al in 1492, 1493. Maar die stormen die zijn uiteraard gebleven. Zo eens in de 10, 20 jaar, dan gaat hier de hele zaak plat. Dominica is één keer echt helemaal plat geweest. En het was in 1979, toen woedde hier de Hurricane David. Hurricane David veroorzaakte ook dat er een boom bovenop een bus viel. Die bus stond hier, daar zaten geen mensen in. En men heeft dat laten staan als een soort nationaal stormmonument midden in de botanische tuinen van Roseau. Op Dominica is een nationale vogel en die was er een paar eeuwen geleden nog volop duizenden waard. En die heet de cicerou. Nu zijn er zo'n 70 tot 80 nog op het hele eiland. Midden in het oerwoud zit ze en daar kun je ze niet zien. Onze gids die heeft echt een oplossing. Die weet iemand die heeft een cicerou in een kooi. En die kooi met die cicerou die is die nu aan het bestellen. Even vragen of dat gelukt is, anders krijgen we het beest nooit. Kijk, daar hangt hij. This cicerou. But we don't want a picture, we want a live thing. A live. Is that possible? In a cage? Moet je nagaan op de hele wereld nog maar 70 tot 80 van die dieren zijn. Dat is een raar idee. Dat is niet veel. En dan, maar ze zijn, heb ik begrepen, dus wel geteld. Maar zijn ze alleen hier of overal? Alleen maar hier. Ze zijn ooit in de Amazone geweest. Daar zijn ze niet meer. En het gekke is, dus het raadsel is, dat hij op dit ene eiland zich in het bos, in de berg gehandhaafd heeft. En daar kun je een hele theorie voor opzetten, maar daar kan ik wel vertellen, maar het slaat nergens om. Maar het is een beetje een raadsel waarom hij zich hier gehandhaafd heeft. Columbus, die heeft ze achter elkaar gezien. Die werd er gek van, bij wijze van spreken. En wij moeten hem nou een kooi bestellen. En, what's happening? We're going to talk to someone now. Hang on, man. No. We're going to talk to Dave and Dave will arrange the whole thing for us. Oh, here's the cicerou, man. No, I can help you. But we don't film you. You want to talk? Yeah, I want to talk about a cicerou in a cage. In a cage? Oh. Yeah, I want to see the maximum. Yes, I like to see the cicerou at life in the wood, but that's impossible. You can try, but yes. But with only 1 week. You'll have to see Mr. Daniel Green then. Daniel Green doesn't have one. He has a jackal. How many are there in cages on the island? One, I think. One? That's the only one? I believe so. Yeah? And is it possible to show, can somebody show us the caged cicerou? Yeah, we can go up there if you want, later on. Later on. And we can bring him here, or? We can shoot him up there if we can. How big is the cage? TV crew or what? We are TV crew. TV crew? Oh, yeah. not the movies, I mean, you're into a documentary type? A documentary on Dominica. On Dominica? And a documentary on Dominica without a cicerou is not a documentary on Dominica. Oh, French, German, Italian? No, Dutch. Dutch. But is there a difference if I were French then? No, just trying to pick up where you're coming from. No, I'm Dutch. And I do like cicerou, and there's only one person with a cicerou in a cage here. Yeah, one. Mr. Maxime. And where does he live? In Canefield. In Canefield, in the name of the airport. Well, it's close, up on the hill. Yeah. Oh, it's not so nice for the bird. Every day you hear the airplanes. Yeah. It's a neurotic one then. So now, if you can try to reach the man. Perhaps we do it tomorrow, the day after tomorrow. Where does he work? He doesn't have a telephone. She has a telephone. Where does he work? The last time all we did was we did it through forestry. Right, that's what I said. Maybe we but how can you have a cicerou and not a telephone? Nou, hier moet hij dan ergens staande opgezet. Cicerou, we love you. Het is bier, hè, dit? Ja. Hier is een flesje hier. Ja, hier. Ja, dit is nog een plaatje, hè. Kijk eens verder. Staat.
Hij moet, begrijp ik, 2 jaar oud zijn, deze. Hij is dus 2 jaar geleden overleden. De Imperial Parrot, de keizerlijke papegaai. Dus is zo. Het is een mooi beest, hè? Maar ja, nou nog een echte. Het gaat allemaal heel snel. Op straat kwamen het hoofd van de Cicero-afdeling van het ministerie van Landbouw of Visserij of Veeteelt tegen zoiets. En nu zijn we de berg opgereden en nou moet daar de Cicero in een kooi zitten. Ja, ik kijk een beetje angstig, want er zijn hier een gros honden die ons belagen. Pas op, dat is een grap. Ja hoor. Zo. Het is een soort papegaai, hè? Hallo. Hij is een beetje crazy geworden. Hallo. Dag. There he is. Het is hem, zeg. Zie je dat? Een van de... Nou, een van de 70, 80 exemplaren die op heel de wereld er zijn. Ik loop even om. Blijf jij maar hier staan. Het lijkt alsof hij een beetje gek is geworden, zie je dat? Hallo. Why is he turning around? When to amuse people. To amuse people, he's not crazy. No. No? And it's a kind of a parrot. A sort of a parrot. Yes, Dominica's national yes, parrot. Yes, I know, but he can't speak like a parrot. Can he say something like a parrot? Yes, but he don't say at all time. Yeah. Usually speak, call people name once in a while. Yes. And can you let him speak? Try to let him speak now? No, he doesn't. He like in the early morning, so. Only in the early morning. How old is she now? Do you know how old the bird is? She must be around 4 years. It's a she? Yeah. 40? 4 years. 4 years. And he's catched in the mountains. It's been catched in the mountains. No. It was when it was, while it was young, right? Yeah. It fell down because it was starving or something. We get food, and somebody brought it to us. Address a chief as chief. That's how it's usually addressed. Yeah. Yes. They call you chief. Yes. So I call you chief too. Okay. And you are a chief of the Carib Indians. And how many Carib Indians are there nowadays? We have a mixed population presently.
We have approximately 2,000 Caribs. 2,000 Caribs? But in general, the resident is about 3,600. 2,000 pure Caribs, can you say yes? Yes. And and what is a Carib Indian? What's the difference between the other Indians, between the Arawaks? And that's very difficult to understand for somebody from Europe. Yeah. I am. Carib people, physical appearance, has straight hair. Straight hair, yes. And the complexion is sort of fair. Compared to an Arawak who has sort of curly hair and he's much more brown. Yeah. He's much bigger too, taller, stronger built than Carib who are much short people. If you think on the Indians in Europe, it's always the stereotype, the feathers and the clothes. Is that here, do you wear that cloth in the feasts or parties? No, our traditional clothing here is made up of a waiku, which is just a small cloth tie around the waist. Mm-hmm. And the ladies presently wear another one across the breast also. Mm. But, and pins and chains and that kind of thing. That's our traditional wears. But it's only used now, only at cultural performances by our cultural group. The majority of the people are all clothed. Like you? Yes. Well, she won't give and you have a tail. Yeah. Yeah. Well. And why is that? That's a choice of the individuals, again. It's not typically Caribbean, as a Carib, a tail? No, I wouldn't say so. It is more typical in Indians. In Indians? Canada, from America. Yeah. Columbus, Colon, met the Caribs in 1493, that is nearly 500 years ago, and the only ones survived are the Caribs on Dominica. How's that possible? I believe it was possible because the island was too mountainous, and the Europeans who came at the time, and the settlers, because of the terrain, they weren't too ready to settle. So they went to the other islands in the Caribbean where Caribs did exist, but was much more flat. And because of the settlement there, the Caribs were all wiped out. Yeah. So here remaining about a century after the other places were being colonized, Carib people were able to begin to build back up in terms of population. And able to hide much easier. And it's really true that this is the same place where you lived 500 years ago? I'm not exactly sure that it is, because the Caribbean people live all over the island in 1493. We don't know the exact spot where Columbus entered on this island. No, we know, of course. But in any case, he didn't enter. Yeah. In any case, he did not enter. He only saw the island. Yeah. You know, you see in the 16th century, many people writing about Caribs as man-eating people. I think it's a myth. It is, but why? Why is everybody talking about the man-eating Caribs? Colón did, Oviedo did, Las Casas, and he's very progressive. Mm-hmm. It's a very good man. He also wrote about man-eating Caribs. Mm. Are there any traces found about man-eating Caribs? I believe that traditionally what I've learned is that Carib people, after they made the attacks on whatever nation they went to conquer, they would take back certain parts of the bodies of the enemies, or probably the whole body of an enemy back. For example, if I am chief here, and my warriors went out to Marigaland. Yeah. They would have to take back the body of the chief in Marigaland for me. No, not for you. So I could say, well, I knew my warriors went out and did a good job. I believe that kind of situation. Yeah. So they would have taken back something as proof that they had conquered. And that was the only thing, take it back and not eating it, you think? No, what I was saying is, the end story is when they take back the body, I think it would be hooked up in, say, the Kabi or the Maiden, thing, and you would have people chant around it and have rituals and maybe bite at it, or not biting to eat it, but maybe bite at it or whatever. Like, I mean, any hungry person, I mean, even today in our present civilization, we have people who still eat people. Yeah.
That's not a situation. If you are in the Andes and there is no food, of course. No, but in that day, in those days, I don't believe that they ate people. Mm. I believe that they had enough cassava to eat, and I believe too that it was a campaign by the European powers against the Carian people, because one, they came with the Bible, Christianity, to Christianize the Carian people, hoping that they would get them under control. And the second thing they used were glass beads to cut them up. And they came with gunpowder, and that still did not conquer them. So by using a campaign after they brought in the slave trade, it means that they would have kept the black people away from intermixing with the Caribs. And the Caribs, at some stage, not having communication between the larger people, and not having communication, would have kept on dying out and die out, and hopefully would have died out. So I see it as a campaign that was used to keep Carian people from mixing with whatever other people came. Waarom zitten we hier? Ja, waarom ben ik hier? Nou, ik denk in de eerste plaats omdat ik hier in het voorjaar van 1989 ben geweest en toen hier aan een boek heb gewerkt, een roman. En in de tweede plaats natuurlijk, misschien dat is wel de belangrijkste plaats, voor Columbus. En toen Columbus dit eiland zag liggen, toen vond hij het een groen paradijs. Alleen hij dacht dat het twee eilanden waren. En omdat we vandaag dan weer rond hebben gereden, begrijp ik dat heel goed. Want het eiland heeft twee hele grote pieken. En Columbus is hier niet echt aan land geweest. Hij heeft wel wat mensen aan land gestuurd, neemt men aan. Maar hij heeft het eiland niet echt verkend, omdat hij geen mensen zag. En Columbus was uitzonderlijk geïnteresseerd in mensen, want die konden hem misschien goud brengen. En dat paradijselijke gevoel wat Columbus in een paar woorden beschrijft, dat kom je hier zeker, in dit papillot heet het hier, ongelooflijk goed tegen. En het verschilt niks. Toen ik hier de eerste keer was, toen dacht ik, dit is het paradijs. En nu ik hier weer ben, valt mij vooral op dat het een paradijs is, maar ook dat krankzinnige geluid, die cacophonie van kleine kikkertjes. Dat heb ik me allemaal laten vertellen hoor, verleden jaar al. Kleine kikkertjes, grote kikkers. Het regent helemaal niet. Nu regent het niet. Het heeft wel de hele dag geregend, maar nu stort er van alle kanten water omlaag. Hier zijn allemaal vulkanische meren en er stort water omlaag. Je kan hier allemaal in kuilen gaan zitten met heet water en dat doet je goed en word je minder zenuwachtig van. Dus voor mij een extra aantrekkelijke plek om te komen. Ja, ik vind het heel mooi. Miss Eugenia Charles is al meer dan 10 jaar minister-president van Dominica. Ze functioneert hier als een soort grootmoeder van iedereen. Tijdens een staatsbezoek aan Taiwan heeft ze haar been gebroken en dat geneest niet erg snel. Ze kan de regeringsgebouwen niet meer betreden en daarom ontvangt ze ons in haar particuliere woning. En daar zit ze nou op mij te wachten. Madam Prime Minister, mm-hmm. If you allow me, please. Yes. We're here for 5 centuries Columbus. And Columbus was here in 1493.
Mm-hmm. Is there a special celebration coming up for Columbus? There's a committee making plans for it. I don't know quite what the celebrations are going to mean. And it, because it is said, you know, that Dominica is the only place that if Columbus came back today, he'd recognize it because it hasn't changed. I don't know if that is true. Yeah. I think it's the most true in all the Caribbean, yes. But they are planning celebrations for it. Because one of the places that Columbus didn't land because he found it difficult to come in because of our shores. And what are you personally think of a celebration? Well, I think that it should be, after all, he did discover us. So at least he did discover us for European purposes. Yeah. So I think it's a good thing that we should celebrate. I think people should always celebrate dates and anniversaries. I think it's part of life to do it, and I think that it should be done in a big way. But I think mostly it's a European celebration. It was not so good for the Caribbean people, I think. Well, we didn't have original people here at the time, and whether Columbus's coming made them more peaceful or more warlike is a question mark still. But I don't think it is harm to have Europeans find out about it. Or it is part of the way of life. That's a very interesting historical standpoint. Yeah. Well, it's happened all over the world, hasn't it? You know, people talk about slavery. There's been slavery in every part of the world at some time or the other. The important part that it is that you get rid of it. The important part is that you use the occasion to do better things for yourself. And I certainly wouldn't want to be in a Dominica that had no development at all, that we were all living in the forest and not being able to have matches to light a fire and still rubbing stones. I don't think any of us want to go back to those days. So there is good in the fact that we have developed, we've progressed along the way, and very importantly, we should keep some of our original ideas, that we should keep our culture, it should be based on all parts of our past, not only the past that we have got from, that we inherited from Europe. I was in the Carib Reserve, and the Carib men there, they said it's a funeral day. Yeah, they don't want to celebrate. No, they don't celebrate. No. And you are a country of two peoples, the black people and the Carib people. So how to make a celebration with two peoples? Well, I think that they must recognize that it happened. It's recognition you're giving to the fact that Columbus came to us. Everything that came as a result of Columbus coming here is not what we wanted. But a great deal came that, in fact, we've adapted and made use of for our own development. So you must recognize that this happened and that it was a parting of the ways, perhaps, but it was necessary to have this additional progress which might not have come if we hadn't had the Europeans come in at that time. I think one must recognize that there is a day when this happened. So generally, Columbus was a good thing for the Caribbean? I think so. I think a lot of bad things happened. Yeah, but we're not sure that they would not have happened among the people who were there at the time anyway, if Columbus hadn't come, if the Europeans hadn't come. But not everything that the Europeans brought was bad. I think at the beginning of it must have been horrible for people who lived in those days, because they must have felt they were being hunted. But I think that some of our original people also were able to stand up and give as much as they got. I think they didn't take it peacefully. They fought back quite well themselves. And I think that these things one must recognize as part of your history. And you must adapt it to make sure that your culture is enriched by it, but that your development is not kept back because of it. I want to thank you very much. Thank you for coming. Columbus life. Columbus life. Columbus.